Toerisme is niet alleen een bron van inkomsten, maar het speelt een cruciale rol in culturele uitwisseling. Toerisme kan het begrip zijn tussen gemeenschappen. Dit haalde de districtscommissaris van Kommewijnen, Mohamed Safiq Rajab, afgelopen zaterdag aan tijdens het Alakondre Festival in het kader van de toerismemaand. Deze speciale maand is op 26 augustus gelanceerd door minister Urakit Ramsaran van TCT. DC Rajab benadrukt dat toerisme bijdraagt aan de ontwikkeling en welvaart van niet alleen Suriname, maar van de hele wereld. Het biedt ons de mogelijkheid om verschillende culturen te leren kennen en onze eigen tradities te delen met de wereld. Als we kijken naar de activiteiten die georganiseerd zijn, zien we dat een platform biedt voor lokale ondernemers om hun betrokkenheid bij het toerisme sector te tonen. Door het promoten van Surinaamse bestemmingen en het stimuleren van lokale participatie wordt er beoogd bewustwording te creëren over het belang van toerisme als motor van de economie en als middel voor culturele uitwisselingen. De private sector in Kommewijnen speelt ook een belangrijke rol ter bevordering van toerisme en zorgt voor een economische groei. Denk aan maar de verschillende musea, waaronder de Openluchtmuseum, Vriendelijksdorp, Bakkie. De overige diverse bezienswaardigheden in het district Kommewijnen zijn onder andere dolfijnspotten, kajakken, zeeschildpadden spotten van vogelsoorten, waaronder flamingo's, varen langs de oude plantages enzovoorts. TCT-minister Urakit Ramsaran zegt dat de regering zich bewust is van de essentiële rol die toerisme speelt in de ontwikkeling van een land. Hij vindt dat toerisme niet alleen een bijdrage levert aan de economie, maar zich verder strekt naar cultuurbegrip en tolerantie. Een goed voorbeeld hiervan is volgens hem Kommewijnen, waar TCT het startsein heeft gegeven voor de districte activiteiten in verband met de toerismemaand. Kommewijnen is een district vol geschiedenis. Een district waar onze voorouders hard hebben gezocht, zodat we vandaag de dag hier kunnen staan. Een district welke een van de oudste cultuurgebieden is van Suriname. In de toerismemaand, ter gelegenheid van Wereldtoerismedag op 27 september, heeft de minister samen met de private sector een reeks activiteiten en evenementen gepland in de stad en districten om het bewustzijn over toerisme te vergroten. Sinds vorig jaar staat september bekend als Tourism Month met het thema Tourism and Peace, dat het belang van reizen, saamhorigheid en samenwerking benadrukt.